Hallo allemaal. De dood van Murat Idrisi is nu aan de orde van Tommy Wieringa uit 2017. Een kleine novelle die je goed kunt gebruiken als je in tijdnood bent. En dat is geëngageerde literatuur. Dat is literatuur waarbij de auteur een maatschappelijk onderwerp aan de orde stelt en daarin een standpunt inneemt. Zeg ook wel engagement. En in deze novelle laat Wieringa de begrijpelijkheid van de vluchteling zien. Het begrijpelijke van het feit dat hij uit een gebied wil vluchten waar geen werk is, waar geen enkele toekomst voor hem is. En hij laat ook zien dat het noodlot een rol kan spelen in het leven van die mensen. En hoe gevaarlijk het is om vluchteling te zijn, om op de een of andere manier te vluchten. Dit keer niet in een wankel bootje, maar in de kofferbak van een auto. En dat het noodlot kan toeslaan voor degene die helpen. Zij het uit financiële motieven, zij het uit idealistische motieven. Voor die twee meisjes, twee hoofdpersonen van deze novelle, is het denk ik een beetje gedeeld. Aan de ene kant idealistisch, aan de andere kant zijn ze ook wel dol op het geld, omdat ze dat zijn tekortgekomen doordat ze een auto-ongeluk hebben gehad. Dat wil zeggen in een benzinestation achterop een andere auto zijn gereden. Dat heeft ze geld gekost. Het derde punt wat Wieringa denk ik wel tot een geëngageerde auteur maakt, is dat hij laat zien hoe moeizaam het is om met je identiteit om te gaan. Identiteit, als je Marokkaanse Nederlander bent, behoor je dan tot de Marokkanen? Nou, als je daar naartoe gaat, word je niet zo behandeld, niet echt gezien als een echte Marokkaan. En in Nederland heb je er moeite mee, omdat de Nederlanders je toch weer voor een Marokkaan aanzien en dat in de gaten houden en een rol laten spelen. De proloog heet Zo begint het, dat is een heel eenvoudige titel, net als de titel van het boek heel duidelijk is. En dat geeft het geologische ontstaan van de straat van Gibraltar en de Middellandse Zee, die ooit een zoutwoestijn was. Als de geologische krachten dit gebied geschapen hebben, volgt de geschiedenis ervan. Waarbij opvalt dat de straat van Gibraltar bij oversteek al eeuwenlang gemeden is, omdat het erg gevaarlijk is qua stroming. En je hebt aan de ene kant de rots van Gibraltar en aan de andere kant een Marokkaans gebergte en al ver van de voor de middeleeuwen stak men de Middellandse Zee toch over, niet op die plek, maar op andere plekken. En in de 18e eeuw werd Gibraltar Engels. Ik denk wel dat je dat op het tentamen moet weten, dat het een Engels gebied is. Alleen die rots is een strategische rots natuurlijk. De toegang tot de Atlantische Oceaan van de Middellandse Zee en omgekeerd. En daarom hebben de Engelsen dat gebied ingenomen. Rond de eeuwwisseling, dus zo rond 2000, zeg maar, komen de immigranten in wankele bootjes en op binnenbanden van vrachtwagens de Middellandse Zee over. We hebben dat in die decennia voor het schrijven van dit boek gezien, hoe er ongelooflijk veel mensen zijn verdronken, en dat gebeurt nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die proberen over te steken om het beloofde land Europa te bereiken. De proloog laat dus samenvattend vooral de gevaren van het Middellandse Zeegebied zien. Het thema van deze novelle is denk ik het migratiedrama dat zich afspeelt rond Murat Idris. Twee vriendinnen, Ilham, bij wie het perspectief ligt, en Toraya, de brutale, vrijgevochten vrouw van het tweetal, staan op het punt met een gehuurde A4 Audi Quattro terug te reizen naar Nederland. Saleh, een loverboy, een soort loverboy, die een zwakbegaafd meisje voor zich heeft laten werken, althans dat wordt gezegd,
organiseert tegen een vergoeding van 3000 euro een overtocht voor Murad Idrisi. En die zal plaatsvinden in de kofferbak van de auto. En dat is een naïeve jongen uit een arm milieu, straatarm gezin. En de vrouw in dat gezin die smeekt hen hem mee te nemen en dreigt met zelfmoord wanneer ze het niet doen. Wieringa karakteriseert een Marokkaanse jongere die vakantie vieren in Marokko en afkomstig zijn uit Nederland als volgt. Ze zijn kinderen van twee koninkrijken. Een groen paspoort van Royaume du Maroc en een beetje menikleurachtig paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar, nu komt de venijnige toevoeging, in beide gevallen, beide landen, waren ze eerst en vooral een vreemdeling. Dus ook de Marokkanen hier zijn meer vreemdeling dan Nederlander. En dat geldt ook voor Marokko waar ze dan naartoe gaan. De tweedeling die Ilham ervaart in Nederland wordt nadrukkelijk politiek verklaard. Dat is denk ik wel iets wat je in de gaten moet houden. Want hij zegt, sinds 9/11 is het motto wij hier en zij daar in Nederland. Dat heeft de tegenstellingen dus verscherpt. Op deze kant van het migrantenvraagstuk van de tweede generatie en zelfs nog later nog meer, wordt de nadruk gelegd dat het dus een politieke oorzaak heeft. Behalve natuurlijk allerlei maatschappelijke oorzaken. Saleh heeft de meisjes rondgeleid in Rabat en brengt ze in een krottenwijk in contact met de moeder van Murad, Idrisi, en zet ze onder druk om Murad achterin de A4 in de kofferbak op de plaats van het reservemiel mee te smokkelen. Murad heeft geen werk en geen toekomst en hij wil dolgraag naar Europa. Vooral Ilham is gevoelig voor het schuldgevoel dat Murad oproept als hij zegt, ik citeer, iedereen is gegaan, jij hebt een goed leven daardoor, maar hem ga je niet helpen? Wat ben jij voor een persoon? Je denkt alleen maar aan jezelf. Nou, dat gebruikt hij omdat hij zelf er geld aan kan verdienen, dat argument. Het is hier de plaats om de verschillen tussen Ilham en Touraya wat uit te diepen. In sommige recensies staat dat er niet zoveel over verteld wordt, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is best wel wat inhoud gegeven aan die verschillen van die meisjes en wat voor soort vrouwen het zijn. Touraya is onconventioneel, gedurfd, direct en meer bereid om risico's te nemen. Maar op de boot lopen ze geen risico, zegt Saleh, maar dat moeten we dan nog maar zien. Ze is ook seksueel heel actief, of heel actief, maar actief. Dit in tegenstelling tot Ilham. Het citaat, wie haar onderlichaam begeerde, begeerde een ander. Het had geen betrekking op haar. Dus Ilham is niet zo seksueel actief en niet zo seksueel bewust. Een van de redenen dat ze met Saleh en zijn kofferplan akkoord gaan, is ook dat zij platzak zijn. En zoals gezegd, ze hebben achteruit gereden bij een benzinepomp en schade veroorzaakt en daar moesten ze flink voor betalen. En dat heeft een platzak gemaakt. Ze hebben nog ongeveer 100 euro als ze de reis beginnen. En dus kunnen ze het geld goed gebruiken, want ze hebben nog maar een klein beetje. En een volle tank, goed voor zo'n 700 kilometer denk ik. Maar ze moeten nog bijna 1600 kilometer, geloof ik, dan naar die 700 kilometer, want het is wel meer dan 2000 kilometer. Dan slaat het noodlot toe. Met Saleh erbij ontdekken ze dat, als ze in de kofferbak kijken, dat Murad gevochten heeft om eruit te komen, maar dat hij gestikt is. Dus zitten ze ineens op die boot met een lijk in de kofferbak. Het eerste wat Saleh doet is hem smeren met het geld. Hij gaat vandoor. En Ilham en Touraya zijn geschokt en volledig in paniek. En dan moeten ze nog langs de douane. Nou, gelukkig loopt dat goed af. Ze worden niet tegengehouden. Het geld zijn ze wel kwijt tot overmaat van ramp.
dus ze hebben eigenlijk helemaal geen geld. En die Saleh, dat begrijpen ze wel, die zien ze niet meer terug. Dan begint de road trip, zegt een van de recensies, road trip door de Spaanse hoogvlakte en laagvlakte, door de smoorhete Spaanse zon. Dan krijgen we wat meer informatie over de achtergrond van Toraya. Ze minacht haar vader al vroeg. Die vader is even hard als dom. Hij komt uit het Rifgebergte en is bekend met honger en werkloosheid. Ik citeer: van alle verhalen waren voor Toraya overgebleven drie dingen, namelijk het lijden, de honger, de dood. Dus die heeft een keihard leven gehad. Is in de WHO terechtgekomen uiteindelijk. En dat, dan begrijp je, als je dat weet, begrijp je Toraya's hardheid, want ze kan ook wel hard zijn en direct, begrijp je wat beter. Ze is een trotse Berber en ze werkt nu bij een beauty salon in Rotterdam, maar wil heel graag een eigen zaak beginnen. De vraag is of dat zal lukken, want ze moet eerst nog terugkomen in Rotterdam. Ze rijden en ze roken. Ze roken omdat de geur van het ontbindende lijk hun neusgaten binnenkomt. En Ilhan denkt over een soera, een vers uit de Koran over vergelding. Een ziel voor een ziel, symmetrische vergelding is dat dan, hè? Ze denken Mo in een polo te zien, maar die jongens rijden hard vooruit en ze raken hem toch weer kwijt. Ze beginnen de lijkenlucht steeds meer te ruiken. En we krijgen iets meer over Ilhan te weten. Namelijk dat ze financiële dienstverlening heeft gestudeerd. Haar ouders zijn daartegen. Toraya zegt daarover: ze willen je dom houden. Net zo dom als ze zelf zijn. Doei, het is jouw leven. Dus die is er gauw klaar mee. De moeder van Ilhan is een bangelijke vrouw, vol verboden en onderdrukte angsten, die alleen maar herhaalt dat Ilhan brutaal is en dat het met brutale meisjes fout afloopt. Dus ook hier is er geen enkele steun van de ouders. De stank van het lijk wordt steeds penetranter. Bij een wegrestaurant ontmoeten ze een paar jongens. Driss, Jalal, Nureddin. De jongens stellen hen voor bij een wegrestaurant verderop, zo'n 80 kilometer verderop, te eten en te drinken en daar misschien ook te gaan slapen. Toraya heeft een plan. Ze zegt tegen Ilhan: die gasten zijn ons ticket. Dus ze heeft al een plan klaar. In de buurt van Ghez, als ik het goed zeg, gaan ze de weg af. Citaat: Toraya had al vroeg in de puberteit begrepen dat de erotische economie er een van belofte was. Prachtige zin, hè? Dat je met de belofte van seks veel teweeg kan brengen bij die jongens. En dus klitten ze aan haar vast. Bij het etappehotel krijgen we wat meer informatie over Ilhan dan. Ze heeft een intellectuele vriendschap gehad met Gijs Lauwman. Daar is ze denk ik wel een beetje verliefd op geweest. Politiek en cultuur hebben ze samen doorgenomen als gespreksonderwerpen, maar absoluut niks over seks of over roddel of iets anders moderns. Maar voor haar ouders heeft ze dat maar verzwegen, want ze, zelfs dat ze omgaat met Gijs, laat staan dat ze gevoelens voor hem heeft. Want ze werkt bij een callcentrum en ze weet wel, mijn ouders vinden dat niet goed. Ze is eigenlijk heel diep ontevreden over haar leven. Ze vindt eigenlijk wel een dieptepunt in de overdenkingen van haar eigen leven plaats hier. Ze zegt, mijn leven beweegt zich onderwaarts. Ze zinkt langzaam in de diepte weg. Verder en verder bij de anderen vandaan, moe en verslagen van het leven dat ze moet leiden. Ze verlangt naar een rustiger leven, zou ze toch maar toegeven aan die Marokkaanse man. Een baby, de hijab, haar voorouders achterna. Dat is wat ze zich afvraagt, kan ik dat niet beter doen? Dat is eigenlijk diep droevig, hè? Als je dat bedenkt, dat je zo jezelf kwijt bent. En dat is dus heel
helemaal niet zoals de recensies zeggen dat we weinig diepte in deze figuur zien. Dit is wel degelijk een wanhopig mens. Let erop hoeveel moeite beide meisjes kost om de Nederlandse en Marokkaanse identiteit tegelijkertijd te ervaren. Hè. Met zulke ouders en in deze omstandigheden zijn het eigenlijk twee mensen in een soort crisissituatie. Citaat over Dries, Jalal en Noureddin. Ondanks hun ijver en ambitie zouden ze als geboren Nederlanders nooit meer dan Marokkaans zijn. Nou, dat is ook een keiharde uitspraak en een keihard oordeel over onze samenleving uitgesproken door Tommy Wieringa. En ik denk dat hij gelijk heeft. En dat is dus ook even zeer bijzonder droevig. Nadat ze gedronken en gegeten hebben, gaan ze 's nachts, de jongens dringen die binnen op de kamer van Touraya en van Ilham en ze hebben seks met Touraya. En Ilham heeft daar geen zin in en die verdwijnt met een plan. Ze denkt, ik ga in mijn eentje dat lichaam dumpen ergens in de woestenij en ze rijdt naar een afgelegen plek. De stank is overweldigend, ze moet een paar keer overgeven. Ze probeert het lijk de auto uit te krijgen, maar dat lukt niet, want de rigor mortis, de lijkstijfheid, houdt het tegen. Ze kan niet in haar eentje hem eruit krijgen. Ze ervaart daar in die nacht, als ze de kofferbak uiteindelijk weer gesloten heeft, zeer sterk de kracht van het noodlot. En ze denkt bij zichzelf, als er nu geen aanrijding was geweest bij het pompstation, hadden we nog geld gehad. Als we Saleh niet hadden ontmoet, hadden we die Murid Idrissi ook nooit ontmoet. Murad Idrissi ook nooit ontmoet. Als ze geen ja hadden gezegd op het voorstel van Saleh, maar hadden gezegd, daar beginnen we niet aan, dan was het allemaal niet gebeurd. En zij ervaart het dus heel erg als noodlottig. Ik moest denken aan Couperus met zijn noodlotsromans. En dat zit er ook in dit boek, zit dat ook wel een beetje, dat idee van het moet naar een climax gaan die noodlottig afloopt. We komen straks nog op terug. Of het noodlottig afloopt, laat de schrijver aan de lezer over. Heel mooi citaat. Als ze daarover dat noodlot denkt en over Murad Idrissi en dat hij dood is, denkt ze bij zichzelf. Haar bestaan is één lange choreografie geweest die tot zijn dood heeft geleid. Er zijn de passen gemaakt in die dans. En de passen die ze gemaakt heeft, hebben ertoe geleid dat die Murad overleden is. Ze keert de auto, maar laat de koffers staan. Dat is ook zo'n flauw detail, dat ze dan op een tentamen aan je vragen, wat gebeurt daar? En dan zeggen ze, ja, maar ze laat de koffers staan. Dan moet je het niet vergeten, ze laat de koffers staan. Ja, die zouden later een spoor kunnen vormen naar de daders, maar daarvan is nog geen sprake, want zover gaan we niet, het eindigt eerder. Terug bij het etappehotel ziet ze de jongens vertrekken. Touraya heeft de creditcard van een van de jongens gerold en de portemonnee. Dus ze hebben en contant geld en de creditcard, dus ze zijn wat dat betreft gered. Ze moeten nu alleen nog het lijk dumpen. Ze rijden naar een woestijnachtige, winderige plek waar een zandhoos net aan de gang is in een totaal verlaten streek. Echt midden in de Rimbu zouden wij zeggen, maar dat is in Spanje niet Rimbu, maar daar hebben ze enorme vlaktes met roodachtig zand. En hier en daar begroeiing of gewas. Maar het is daar droog en heet. En daar nemen ze het lichaam van Murad Idrissi uit de auto. Ze laden dat met veel moeite uit. En ze duwen hem nog een bundeltje gelukskruiden in de hand. Dat is ook zo'n typische vraag die je op het tentamen kan verwachten als je docent flauw wil doen.
Want die moeder heeft Murat gelukskruiden meegegeven. En die heeft hij ook in een plastic tasje bewaard. En dat is hem ook verteld, dat die moeder dat gedaan heeft. En hij krijgt nog een bundeltje gelukskruiden in zijn hand geduwd. En een van hen, ik weet niet meer wie, zegt sorry, heel zachtjes. En dan op zijn Arabisch, doei Murat. En tot ziens, maar ik las dat het een beetje slang is, doei Murat. En de laatste zin. Niets dan een geblakerde boomstronk of een verwaaid stuk landbouwplastic in de onmetelijke vlakte. En daar houdt het verhaal op. En nu is natuurlijk de vraag, hoe gaat het verder? Want die A4, die Audi, die was al toen ze op de boot zaten met die Audi 14 dagen te overtijd bij de verhuur, autoverhuurder. Dus hoe dat verder gaat en of dat ooit ontdekt wordt. Ik heb wel eens gehoord dat een lijkengeur nooit uit een auto gaat. Dat je dan rustig een andere auto kunt kopen, want een lijkengeur gaat er nooit uit. En dan natuurlijk die koffers, hè. Die koffers die daar midden in de wildernis staan, zullen die een aanwijzing zijn voor, zullen ze uiteindelijk dan toch gepakt worden? Nou, het is allemaal niet zo belangrijk, denk ik. Wel iets om verder over na te denken. Maar waar je eigenlijk over na moet denken is de migrantenproblematiek. Er is een keten van oorzaken voor. Dat wordt hier ook heel mooi weergegeven. Werkloosheid, geen toekomst. Er is geen kwade opzet of schuld bij. Die Saleh die wilde wel geld verdienen, maar of dat nou kwade opzet is, dat hij die jongen in die kofferbak heeft vervoerd, dat kan je toch niet zeggen. Die meisjes hebben al helemaal geen schuld, maar het is gewoon gebeurd. Nou, wie je wel aan kan wijzen, denk ik, in de werkelijkheid zijn de mensen smokkelaars die mensen op wankele boontjes de zee opsturen, maar dat is hier even niet het geval. Want het motief in dit verhaal, de motieven, er zijn drie motieven, daarvan is noodlot één van die motieven. Dat wordt niet voor niks door Ilham zo lang aandacht aan besteed. Dan natuurlijk de identiteitscrisis, die ik uitgebreid heb besproken, van Marokkaan zijn of Nederlander, en waar hoor je nou thuis en waar voel je je thuis, is ook een motief. En dan is het de vraag of je tevreden kan zijn, dat is het slot, met het open einde. Want dat geeft eigenlijk niet echt weer hoe het verder zou kunnen gaan. Je bent wel heel benieuwd, maar je moet het zelf afmaken. Maar de nadruk ligt op die andere aspecten die ik heb besproken. Dat was het weer voor de dood van Murat Idrissi. Van Tommy Wieringa. Als je denkt, ik heb hier wat aan gehad, druk dan even op de like button. Kijk op mijn kanaal, er staan heel wat boeken op. En ik wens je een fijne dag.